Het maakt ook niet uit, want ik weet namelijk een veel makkelijkere manier om je eigen lengte op te meten. Wist je dat een volwassene 8 keer zo lang is als zijn eigen hoofd? En een hoofd is natuurlijk veel makkelijker op te meten. Even kijken. Ongeveer hier. 21,3 keer 8, dat is ongeveer 170 centimeter. Even kijken wat er in mijn paspoort staat. Ja, 1,70 meter. Klopt, precies. Ik zal je laten zien dat ik precies 8 keer mijn hoofd ben. Hi, knapperd. Zie je? 8 hoofden zijn op de kop af mijn totale lengte. Maar dat geldt alleen voor volwassenen, want voor kinderen gelden andere verhoudingen. Nou jongens, kom. Kopje erbij, dan ga ik het uitleggen. Zoals je kon zien is een volwassene 8 hoofden lang. Maar als je ongeveer 10 jaar oud bent, dan ben je 7 hoofden lang. En als je 6 jaar oud bent, dan ben je 6 keer zo lang als je eigen hoofd. Nou, als ik mensen ga tekenen, dan kloppen de verhoudingen meestal niet. Maar hoofd te groot. Te korte benen. Te lange romp. Ja, dus het lukt me maar niet om de juiste verhoudingen te vinden. Maar nu ik weet dat ik 8 keer mijn hoofd ben, is het ineens veel makkelijker om mensen te tekenen. De totale lengte van mijn mannetje wordt dus 8 hoofden. En het leuke is dat je die hoofden kunt gebruiken om ook andere lichaamsdelen in de goede verhouding te krijgen. Te beginnen met de schouders. Leg 2 hoofden op hun kant tegen elkaar aan. Dit is de plek waar de schouders moeten komen. En nu de heupen. Ga naar het 4e hoofd van boven. Teken 2 hoofden tegen elkaar aan. Hou deze wel rechtop en je hebt precies de plek waar de heupen moeten komen. De 4 onderste hoofden zijn precies de goede lengte voor de benen. Gebruik je geweldige tekenkwaliteiten om de ovalen met elkaar te verbinden en je hebt precies de juiste verhoudingen voor jouw poppetje. Pak je tekenspullen erbij en probeer het zelf maar eens. En hou met tekenen in je achterhoofd. Een volwassene is 8 hoofden lang. Als je 10 jaar oud bent, ben je 7 hoofden lang. En als je 6 bent, is je lengte 6 hoofden. Het is bijzonder, maar geen wonder. Oeps.